Oh nee. Onder water, boven water. Vleeswater. Riegerwater. Waterkoker. Bedwater. Weer de plaatswater. Watertoren. Dit is echt goede content inderdaad. Ja, dit is echt gewoon, dit wil je hebben. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 5 race sessie hier met Angelo. Hallo. Michael. Hallo. En Jano. Hallo. En vandaag gaan we weer drie races doen en de eerste is een spectaculaire race. Een natte race. Ja. Net zoals mijn onderbroek en mijn trui en wat ik zweet. Net zoals je poel. Net zoals mijn poel. Ik heb geen poel aan. Oh. Ik heb een gewone trui aan. Jullie zeggen een poel. Deze gast. Je heeft een trui aan, terwijl het gewoon 25 graden buiten is minimaal. Tuurlijk. Is toch goed? Jij bent gek, jongen. Oké, als we de 2000 likes halen... Doe jij je poel uit. Dan doe ik de volgende video 5 truien aan. Nee, doe even normaal. Een dikke trui dan, of niet? Ja. En dan doen we 3 face-to-face races, dat het lekker lang duurt. Nee, dat niet. Nee. Als we 2000 likes halen, ga ik 5 truien aandoen. Nee, ik heb een betere deal. Ja? Ik heb een betere deal. Bij elke 1000 likes... Nee, ik doe mijn kleren niet uit. Nee, bij elke 1000 likes is 1 trui. Dus 1000 likes 1, 2000 likes 2. Dat is een goeie. Oké. Dat vind ik een hele goeie. Oké, we gaan dat doen. Oké. Maar dan moet je ook doen, hè? Ja? Nee, ik zeg je gewoon dat ik ze aan heb, maar dan zit ik hier gewoon in mijn onderbroek, ja? Oké. Net zoals Mike. Ja, niet die muziek. Ja. Nee. Maar ik vind het wel een leuke race. Ja, het is wel een leuke race. TBL'tje. TBL'tje. Nee, ik vind het wel een normale race voor meedoen. Ja, je hebt een keer een normale race uitgekozen. Ik vind het wel niet leuk dat ik laatste sta. Nee, maar die Mike zit randjes te pakken hier. Ja, maar die Mike zit te zweten. Nee. Als die Mike mee zou doen met de challenge en we halen 3000 likes of zo, dan zweet hij hem te pleuren zo. Nee. Ik ben gewoon lekker relaxed. Zo sta ik naar jullie verhalen te luisteren en gewoon lekker relaxed gewoon te rijden. Ja. Ik sta tweede, wat hebben jullie gedaan? Ja. Wij hebben alle twee gefaald. Ja. Echt? Dat is wel faal. Nee. We zijn stel faalhazen. Wachten jullie maar. Oeh, wordt het dat laps een laps? Kom op, rij door. Laten ze gewoon in. Maar het zijn nog 2 laps. Ja, we halen ze easy. Er zijn nog 2 laps dat ik kan verpesten. En dat doe je ook nog wel. Ik verpest hem nu al. De eerste palmman die rustig. Wie reed er nou tegen een palmman? Oh, rustig. Je hoort de bocht afsnijden, hè? Ja, ja, zeker. Die zit al een lantaarnpaal op weer te rijden. Oeh. Nee. Nee, Jan. Nou, dan... Ja, hey, maar die tunnel, dan rij je die tunnel in en is die tunnel minder breed. Rij je. Ja, ik rij ook. Ik ga geen DNF halen. Helemaal wel. Jawel, ik voel het aan mijn water hoor. Hey, water? Wat soort water? Zoet water. Warm water. Ja, warm is water. Als je het koud hebt, is het lekker warm water. Wat voet water? Wat zeg jij nou? Haarwater. Voelwater. Lauw water. Borstelwater. IJswater. Campo. Hoeveel dit? Oh nee. Onderwater. Bovenwater. Vleeswater. Riegerwater. Waterkoker. Bedwater. Weer de plaatswater. Watertoren. Dit is echt goede content inderdaad. Ja, dit is echt gewoon, dit wil je hebben. Wortels. Allemaal woorden verzinnen met water. Hé Jan, kom doorgaan, wortels. Wortelwater. Oh, ik dacht dat je ging zeggen paprika of zo. Oh, paprika. Snoep. Paprika. Peren. Leg even paal voor je neer hoor. Uitjes. Pruimen. Aardbeien. Peren. Appelsien. Ik weet niet wat je bedoelt, Jan, met die sinaasappel. Hagelslag. Muizenstroontjes. Wat? Rebbeltjes. Rietjes. Patatjes. Kipsaté. Oh my god, Ryan, ik krijg een randje. Ik heb een randje! Ryan, ik kom je eens even inhalen, jong. Nee. Hoezo lig ik in ieder geval tweede nu? Wat heb jij gedaan, Angelo? Ik heb nu net Ryan ingehaald.
Ja! Maar wat heb je daarvoor gedaan? Bro, weer in mijn laatste race, hè? Toen was het of in mijn laatste ronde. Krap. Nou. Ja, je zei, ik heb nog 2 laps om moeten verpesten. Nou, dat heb je inderdaad gedaan. Ja, ja. Waar bleef je nou? Wil ik wel een klein applausje voor geven? Zeg je nou tegen mij, waar blijf je nou? Ja, waar bleef je nou? Nou ja, ik kan nergens meer blijven, want ik ga door de finish heen. Oké, okay, bleef. Tada! Nee, wanneer weer op in mijn laatste lap, hè? Dat altijd, echt... Nee, dat is echt niet meer leuk. De volgende keer ga ik gewoon maar 3 laps aanzetten. Kijk, we gaan na deze race nog eens deze race doen. En dan nog eens deze race en dan was de video dan. Ja? Wat? Oké. Okay. We gaan gewoon vandaag 3 keer deze race doen. Oké. Okay. Ja, met een andere auto. Ja, ja. Nu met een Dune. Dus tot in de tweede race. We zijn aangekomen bij de tweede race. En ja. Het is non-contact. Dus dit is een echte skill race, Jan. Echte skill race? Waarom heb ik dan deze auto gepakt? Omdat je niet skill hebt. Omdat maar jullie snel is. Onderweg. Ja, bij mij ook. Oh, wat steun! Wat vind je, Jan, wat vind je van mijn auto? Die heb ik vandaag gepunt. Geen van mijn auto. Hou je wel vinden. Helemaal, ja, ik had slechte bocht. Oh, nee, nee, nee. Ook deze auto vind ik echt mooi. Deze auto is ook in tech. L2, ja. Is dat die? Maar is dat die uit de casino, is dat? Ja, die heb ik vanochtend gewonnen. Heb je die weer gewonnen? Ja. Serieus? Ja, één keer geprobeerd. Hij wint alles, jongen. Dus al de derde week. Gewonnen, die man. Ja, ja. Echt, met de casino. Dus de derde week dat ik deze auto heb gewonnen. Of ja, een auto heb gewonnen. Nou ja. Ja, moet naar het, ik ga geen benen meer naar het casino, jongen. Ja. We gaan even allemaal roulette spelen. Nee, dat vind ik niet. Sowieso. Ja? Ik kan niet 21 zijn, hè? Ja, 21. Ik heb een blackjack, had ik 20 euro. En ik moest 5 euro inleggen en ik verloor 4 kracht op kaart, als ik met 20 euro kwijt. Lekker bezig. En toen dacht ik, ik kan wel doorgaan, weet je. Ik heb misschien nog wel 20 euro. Alleen, ja, ik dacht, schijt er ook aan. Waarom zou ik zo snel zoveel geld verpesten, man? Ja, klopt. Je moet je winst pakken die je hebt. Dan ga ik liever bij zo'n automaat, waar je gewoon 10 cent in moet gooien. Hey bro. Dat kan je heel vaak doen, dan win je niks, maar heb je wel een gezellige ik avond. Had daar eens iets veel, echt eens 30 euro gewonnen, hè. Jij was er toen ook bij. Ja, bij in België daar, bij de Kinopolis. Ik wist niet eens hoe dat werkte, dat spel. En in één keer zag ik, oh, je hebt 30 euro gewonnen. Toen heb je alles in een massagestoel gegooid, jij. Ja. Dat is wel lekker. Hey, ik was in stress, jongen. Oh. Ik heb ook wel eens iets gewonnen hoor, maar uiteindelijk ben je meer kwijt dan dat je wint. Dus. Nou ja, ik had er 10 in gestopt. Uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon een gezellige avond hebt. Je moet alleen die avond niet te duur maken, dat is zeker. Ja, eigenlijk moet je gewoon zeggen, ik neem iets van 50 of 100 euro mee in de avond. En dat de rest laat je thuis. Ja, ik klopt dat ook altijd. Vijf keer Jan, altijd heb je iets te bekennen? Nee, ik ben geen gokker, nee. Nee? Dat vind ik zonde van mijn geld, man. Ja. Ja. Met de kermis, dan denk je, oh, ik wil dat, ik zeg 100, nou, het wordt al meestal 120 of 130 altijd. Nou, kermis, ik ga eigenlijk nooit naar de kermis, maar ik was een keer naar de kermis met Linda. En we hadden echt iets van, denk 10 attracties of zo gedaan. Ik was misschien 40 euro kwijt, zoiets. Dat viel echt wel mee, hoor. Ja, dat is echt wel goedkoop. Ja, maar het is ook de locatie waar de kermis staat. Ja, als het in een hoofdstad staat of gewoon in een stad, dan ga je gauw naar een 6, 7 euro per ritje bijvoorbeeld. En ja, in België? Wel Angelo gaat dat misschien weten. In België hebben we twee soorten kermis. Je hebt gewoon de seizoenskermis, dat zijn gewoon de normale kermis. En je hebt dan de paals voor. En die zijn duur. Weet je wat dat is? Angelo? Zeg het nog eens? De paasvoer. Paasvoer, nee. De kermis speciaal met Pasen. Nee, ik weet dat het kermis is als het school begint. Oh ja, nee. En waar ik dichtbij woon is er altijd paasvoer. En dat is dan echt iets van 7 euro, 8 euro voor één ritje. Ja, dat is wel duur hoor. Ja, maar het is, is ook de huur van waarschijnlijk, dat moet ze er ook uithalen. Ja, maar dat is dan een speciaal evenement. Hè. Dan is het de hele stad, ja, heel plein van de stad die. Ja, het is echt groot. Ja, aan de andere kant op de kermis draaien die attracties ook wel sneller altijd, wat harder. Ja, en hij staat er 2 weken lang, dus. Oh ja. Ja, ik was een keer op een kermis, wou ik churros halen, hoe dat ook heet. Ik weet niet of jullie dat kennen in België. Wat? Ja, churros, ja. Ja? En toen nee. Dacht ik, ja, lekker, ik ga het halen.
En toen zag ik gewoon dat kraampje voor mijn ogen dicht gaan. Nou, nee, dat meen je niet. Ik eet dat gewoon nooit, hè. Dus ik had er echt gewoon zin in, omdat ik het zag. Gaat dat kraampje voor mijn ogen dicht. Ah. Ik eet altijd smoutenbollen op... Niet... Smoutenbollen? Oliebollen. Wat? Oh, oliebollen. Heet dat smoutenbollen bij jullie? Ja, maar in West-Vlaanderen zeggen we oliebollen meer. Oh ja, wij zeggen altijd smoutenbollen. Echt smoutenbollen? Ja, maar ik weet dat dat ook... Met of zonder rozijnen? Met rozijnen, wat? Rozijnen? Wat? Ga je daar echt rozijnen in gaan koeien? Dat is heel normaal in Nederland. Ah, godverdamme. Ja, ik vind dat ook fucking ranzig. Nee, met bloem, jongen. Alleen ja, met bloemsuiker. Ja, met bloemsuiker. Nooit, maar ik ben gecrashed. Nee, we waren zo lekker in bed, toch? Ja, we waren lekker bezig, ja, maar ik ben gecrashed. Met rozijnen, ah. Nee, ik wist geen rozijnen. Lekker, maar dat in Nederland is dat wel vrij normaal, hoor. Als je gewoon een oliebol vraagt, krijg je met rozijnen. Ah, godverdamme. Dan eet en poedersuiker nooit... natuurlijk. Ah, dan ga ik echt nooit eten bij jullie. Dan. Nee, klopt. Hebben jullie wel poedersuiker al in België? Poedersuiker? Ja, bloemsuiker. Bloem? Wat? Bloemsuiker. Ja, bloemsuiker. Bloem? Ja, bij ons is echt suiker. Dat lijkt bloem. Oh, ja, bij ons heet poedersuiker, want gewoon suiker is die helemaal... Ja, dat je op, ja, dat je, op je pannenkoeken doet. Ja, dat is ja. Ja, dat is bloemsuiker. Oh, bloemsuiker. Oh, ja, dat vind ik grappig. Ik ga het echt opschrijven. Ja, je hebt dan ook, bruine bloemsuiker. Ja, dat vind ik dat zo. Hebben jullie dan ook zo'n... Niemand? Oké. Okay, hebben jullie dan ook bruine bloemsuiker? Ja, dat is bruine suiker gewoon. Oh. Hé, hey, maar het was wel een leuke race, hè? Ja, we hebben een lekker race. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan nog één race erachteraan doen. Dus tot in race 3. Aangekomen in de laatste race en ik zit in mijn prachtige... Neon Vister elektrische auto. Oh, zo. Oh, daar gaat hij, hoor. Ja. Ja. Yo, je hebt deze race gewoon voor gewonnen. Jezelf uitgekozen. Nee, hè? Nee. Weet je wat we gaan doen vandaag? Oh, we gaan darten. Darten? Oh, ik zie het al. Ryan, heb jij wel ooit de Batman trilogie gezien? Nee. Yo, ja, jij bent echt maat. Oh, je kijkt zoveel films en zoveel dingen en dan heb je niet Batman. Nee, ik keek niet dat soort dingen. Ga Batman Returns, ga Batman Arkham Knight. Arkham Knight. Ik heb de game gespeeld, dat telt dat ook. Ja, nee, dat telt. Ik heb de game met mijn PlayStation gekregen. Dat is dan bij Catwoman. Als je met Batmobiel in GTA wil rijden, dan moet je even de films gaan kijken. Oh, wat? Ik kreeg verkeerd. Hoezo moet ik nu in één keer Batman kijken? Ja, je moet heel veel kijken, jij. Ja, maar wat heeft dat met deze race te maken? Nou, omdat je de Batmobiel. Oh! Wat heeft dat met deze race? Oh, dank je! Ja, wat doe jij? Ja, sorry. Thanks. Ja, je zat bij te duwen, hè? Dan krijg je dat. Ah, oh, stinkert. Dat is ook wel leuk. Een bocht aangeven met... Oh, sorry. Met boosters, een bocht aangeven, ja. Met boosters, ja. Dat nee, maar wie cool. Gaat de bullseye scoren? Ik. Ik. Hoeveel? Wie was dat? Ai. Lekker bezig, Jan. Oh. Hé, hey, jongen, ik heb serieus een briljant idee. Wanneer gaan we met z'n allen een keer darten, ouwe? Ja, je kan dat op GTA, hè? Ik vind dat serieus leuk, ja, man. Ja, ik ook. Ik heb één keer een dartpijltje in mijn hoofd gehad, hè? Jawel, ik ga je met z'n tweeën darten en dan pak je zeg maar je pijltje eruit het bord en dan gaat de volgende gooien, toch? Ja. Maar één keer pak ik dus twee pijltjes in plaats van drie en toen liep ik terug naar het bord. Alleen mijn broer die dacht, weet je, ik ga gewoon gooien, want Jan heeft zijn pijltje gepakt. Zo dat dartpijltje achter in mijn achterhoofd, jongen. Ik lachen. En hij zat niet in mijn schedel, zeg maar gewoon in mijn hoofd. Want hij viel er heel langs, dan zakte hij naar beneden en viel hij eruit. Ik lachen, jongen. Totdat het ging bloeden, toen was het even wat anders. Maar in de bullseye, inderdaad. Oh, ik heb hem. Ja, ik ook. Wat een race. Ik ook. Ja, en ik niet. Dat zijn eigenlijk een korte aflevering, hè, dit. Hoe deden jullie boosters? Hebben jullie nu gebullseyed? Nee, ik nog niet. Ik heb wel leuke verhaaltjes verteld vandaag, Ryan. Ja, dat was verhaaltjes daar vandaag. Ja. Ja. Nou, laat, weet je wat ik zou zeggen? Nee. Oh, echt? Kijkertjes. Laat jullie een verhaal achter in de chat. Laat een leuk verhaal achter in de... Of in de chat. In de reacties. Ik kan ook live blijven, ja. Nee, laat een verhaal achter in de reacties. En dan gaan we de volgende video een verhaaltje voorlezen. Oh, ja. Voor het slapen. Ja, oké. Verhaaltjes met Ryan. Yay. Maar ja, thanks. Voor het kijken, jongens. Thanks voor het kijken, jongens. Een duimpje omhoog te doen. Doe even duimpje omhoog. Vergeet Angelo niet te checken. Iedereen checken. Vergeet Mike niet te checken. Even Mike ook checken. En dan zien jullie... Nee, vergeet ook Jan niet te checken. Oh, ook Jan even checken wie dat ook is. Ja, en dan zijn we zo snel mogelijk terug. Zo snel mogelijk terug. Wanneer? Wanneer is dat? Over een paar dagen. Oké. Okay. Tot over
een paar dagen. Twee dagen. Nee, twee dagen. Overmorgen. Oké, okay, ja. Tot overmorgen. Doei. Joejoe.